De vraag van vandaag over netto primaire productie, dus geschikt voor HAVO en VWO. Altijd eerst goed lezen. De ontwikkeling in een loofbos. Natuurlijke ecosystemen op het noordelijke halfrond zijn onderworpen aan een cyclus van veroudering en verjonging. In een loofbos, dat de opbouwfase, stabiele fase en vervalfase doorloopt, veranderen in de loop van de tijd onder andere de primaire productie. De hoeveelheid biomassa die gedissimuleerd wordt en de hoeveelheid biomassa die elk jaar wordt toegevoegd. In onderstaand diagram is weergegeven voor een periode van 100 jaar hoeveel biomassa in het beukenbos in Denemarken jaarlijks geproduceerd werd. BPP is bruto primaire productie en waarvoor deze biomassa in dat jaar is gebruikt of vastgelegd. Nou, laten we even hier naar kijken. Hier zie je zo die grafiek die ze dan geven. Ja, van tot 100 jaar. En je ziet hier de productie in drooggewicht, maar al 1000 kilo. Ja, dus je ziet dat bijvoorbeeld een boom van 40, 50 jaar ja, waarschijnlijk redelijk wat productie heeft. En daarna gaat het wat afnemen. En je ziet allerlei dingen van dissimulatie, bladafval. Nou, we gaan even naar kijken. Wat is de vraag? Met welk nummer of welke samenstel van nummers, dus samen bij elkaar, een aantal nummers, wordt in het diagram de netto primaire productie weergegeven. Nou, dan heb je een aantal keuzes. Nou, laten we even gaan kijken hier. Netto primaire productie willen ze graag weten. Wat hebben we hier? Dissimulatie van bladeren, bladafval hier. Dan hebben we dissimulatie van wortels, afval van wortels, stam en takken en restant. Nou, netto productie, wat was dat ook weer? Dat is de bruto productie min de dissimulatie. Ja, de bakker die produceert brood, vreet er zelf ook eentje. Ja, dus hij heeft wat minder in de verkoop. Nou, hier ook, bruto productie is alles wat er geproduceerd wordt in dat bos. Min wat er verbrand wordt in het bos. En dan blijft er netto dus biomassa over. Nou, de totale productie dus min de dissimulatie. Nou, hier zo zien we de totale productie min de dissimulatie. Dus dat betekent dus alles, alle getallen, maar dan niet met dissimulatie. Nou, dissimulatie was deze hier, 1. Zie je hier, 1 is dissimulatie van de bladeren. En bladafval, nee. Dissimulatie van wortels, stam en takken, dus 3, dat is deze. Dus dit clubje 3 en 1 is dissimulatie. De netto productie is dus alles en dan niet 1 en 3. Nou, dus dat zijn 2, 4 en 5. En dat is het antwoord. De netto productie wordt weergegeven dus door 2, 4 en 5. Het bladafval, afval van wortel, stam en takken en restant. Op welke leeftijd is, op basis van de gegevens in het diagram, de totale plantenbiomassa in het bos het grootst? Dus de totale plantenbiomassa in het bos het grootst. Nou, laten we eens even kijken. Als eerste, de plantenbiomassa het grootst. Laten we even hier een aantal lijnen even tekenen. We gaan eens even kijken bij 100 jaar. En dan zien we dat er 4, ongeveer, hè, hier zo, dit stukje hier is ongeveer 4. Maal 10 tot derde kilogram drooggewicht. En dit stukje is ongeveer 5, is wat er verbrand wordt. Zo, dat is dissimulatie. En we hebben dit stukje, zeg maar hier, bladafval. En hier heb je nog afval van wortels, stammen en takken. En het restant is 6, 2,5 en 2,5. Dus totaal aan dissimulatie is ongeveer 9. En totaal en netto productie is 11. Dus je ziet, zelfs na 100 jaar is er dus nog steeds opbouw van biomassa na 100 jaar. Dus kennelijk heeft hij al die jaren lang, 100 jaar lang, gewoon biomassa zitten opbouwen. Dus wanneer is het dan het grootst? Nou, na 100 jaar dus. Dan is de totale biomassa het grootst. In een vereenvoudigd schema zijn voorraden en omzettingen in een natuurlijk loofbos, dat in stabiele fase verkeerd weergegeven. Dus we krijgen zo direct een schema. Allerlei omzettingen in het bos worden weergegeven. Gaan we straks naar kijken, maar ik kijk ook alvast even naar de vraag. Neem aan dat in de verschillende compartimenten aangeven door een rechthoek de hoeveelheid organische stof gemiddeld constant blijft.
Aan de linkerzijde van het schema is verlies van organische stof aangegeven. Bij welk proces is deze organische stof verloren gegaan? Oké, even kijken naar het schema. Nou, wat zien we hier? Bruto primaire productie, biomassa in planten, een heleboel. En ik zie hier netto productie van 10. En van die, en een deel gaat daar bovengrond, de andere deel ondergronds. En van die biomassa zit daar, maar de netto productie is 10. Nou, daar gaat een groot deel, wordt het volgende hokje, resten van planten en dieren. Dus een boel is zeg maar afval. Daar gaat het naartoe. Er gaat ook een deel naar biomassa in dieren. En er gaat een 2 gaat richting organische stoffen in de bodem. Nou, whatever. Dit is in ieder geval 7,8 en 0,2 is 8 en 2 is 19. Dus je zou zeggen, lijkt me op zich alles. Maar toch, er is kennelijk iets wat ook een beetje verloren gaat hier. Nou, en hier zie je organische stoffen in de bodem, gaat een deel heen, gaat een deel weer verder. Er is hier ook wat verloren. Verlies van organische stof. Er verdwijnt organische stof in elke schakel uit het systeem, staat hier zo. Dus er verdwijnt iets, nou hier staat al uitspoeling trouwens, maar er verdwijnt dus organische stof. Nou, oké. Goed, we gaan even kijken. Welk proces zorgt voor die verdwijning? Is dat accumulatie? Nee, dat is het ophopen van gif. Ja? Dissimulatie? Dat is het goede antwoord. Ja? Want elk organisme en elke schakel is er verbranding. En dat kan nooit door naar de volgende schakel. Uitspoeling stond al gegeven. Dat was hem ook niet. En dat gaat trouwens over mineralen. En vertering, ja, amoula, dat is juist, dat gaat dus juist door naar de volgende schakel. Dus dat heeft te maken met die volgende schakel. Dus dissimulatie, dat is dus de verbranding eigenlijk van het organisme. Dus als jij een kilo eet, dan is nooit een kilo beschikbaar voor de volgende schakel. Omdat jij een groot deel van die kilo die gegeten wordt verbrand. Nou, in een loofbos vinden allerlei omzettingen plaats. Bij welke omzetting worden stoffen uit het compartiment organische stoffen in de bodem omgezet in stoffen uit het compartiment anorganische stoffen in de bodem? Oké, dus we hebben het hier over welk proces. Hè? Dus hier zo heb je allerlei omzettingen. Organisch naar anorganisch, die willen we weten. Nou, even kijken wat hier allemaal staat. Stikstoffixatie. Wat is stikstoffixatie? Dat is van stikstof, dat is anorganisch, naar anorganisch. Nou, de vraag is organisch naar anorganisch. Dus C is fout. B, nitrificatie. Nitrificatie is van ammonium richting nitriet en dan vervolgens naar nitraat. Dat is ook anorganisch naar anorganisch. Ammonificatie, wat is dat? Ammonificatie, dat is van dode resten, en bijvoorbeeld DNA, eiwitten, ureum, naar ammoniak en vervolgens lost het op in water als ammonium. Hey, dit is vanaf organisch, dode resten, DNA, eiwitten, naar anorganische stof. Ah, antwoord is dus A. Tot zover.